denk dat er maar weinig kleermakers zijn met een eigen standbeeld. Nee, die zijn er denk ik niet zo heel veel. Nee, dat is een beetje een zeldzaamheid, ja. Toen we hier 40 jaar gevestigd waren, hebben we dat gekregen van ons medewerkers en van mijn kinderen. Ja, ik was er in het begin wel een beetje door verrast, maar ik ben er nou achteraf toch erg blij mee. En dat mag ook als je 240 mensen in dienst hebt, onder wie je 5 eigen kinderen. Jan begon zijn carrière in 1950 als leerling kleermaker. Ja, mijn vader, mijn grootvader, mijn overgrootvader waren ook kleermakers. En ja, in die tijd waren er nog niet zoveel mogelijkheden. Maar dat veranderde snel. Jan was een echte zakenman. Hij breidde uit van herenconfectie naar damesconfectie naar sportkleding. Zijn filosofie lijkt simpel. Een goede service geven, makkelijk bereikbaar zijn en grote collecties brengen. Dat denk ik dat de 3 hoofdfactoren zijn dat we ons mogen verheugen in een steeds groeiende klantenkring. Ik zie het wel, alles nog goed. Ja, het gaat nog steeds best. Ja. We gaan zo door. Ja. Ja, je hoeft eigenlijk helemaal geen tijd om met mij te praten. Nee, je ziet wel, er komt af en toe zo nog iets tussendoor. Ja, zo is het goed, ja. De klant is belangrijk en dienstbaarheid staat dan ook voorop. Had u nog iets te vragen, mevrouw? Ja. Past hij zo? Heel mooi. Dat is een gave, denk ik, hè. Ik geloof niet dat het bepaald aangeleerd kan worden en hoeft door. Dat is denk ik een eigenschap die hadden of die hadden niet, dacht ik. Ja. Er zijn voldoende lichtere kleuren die er ook bij kunnen. Volgend jaar bestaat Van Tilburg Sport en Mode 60 jaar. Een standbeeld zal Jan niet meer krijgen, maar zolang hij kan, blijft hij wel werken. Dus dan keur het nog maar eens, hè, of je het mooi vindt. Het is echt heel mooi erbij. Ja, en net ook een keer iets anders. Hè, ja, dat is wel. Ja. Prima. Druk is van de ketel. Ik mag er gaan zitten voordat ik moe word, dus dat is toch wel een mooie bijkomstigheid.